Ik heb vandaag een hele snelle knoop. Let op. Zeventig seconden. En dat kan sneller als je wat gaat oefenen. Ja, ik moet jullie natuurlijk naar bezig houden. Dit is de 4 in the hand. Ik wil een beetje aanknopen. Het is een hele simpele knoop. Een van de meest gebruikte knopen. Zeker om stel even een das in elkaar te flansen. Zodat je hem kunt oefenen, zeg maar. Of met je plus kunt testen. Dus altijd handig om te weten. En juist omdat hij zo snel is, kun je eigenlijk gewoon altijd een das dragen. Mocht je dat willen. Je begint met de das in je rechterhand. De brede zijde aan de voorkant. De dunne zijde aan de achterkant. En wat je doet is zorgen ervoor dat je de dunne zijde normaal gesproken zo ongeveer bij de lus hebt zitten. Hier zo. Alleen ik heb nu een vrij lange das. Dus ik pak hem wat langer. Zodat ik zo dadelijk bij het afmeten goed kom. Dus je hebt de brede zijde aan de voorkant, de dunne zijde aan de achterkant, met je handen hier zo. Wat je vervolgens doet is, je pakt de brede zijde aan de hoogte van je duim vast. En slaat hem om, zodat hij weer aan je duimzijde terechtkomt. Nu heb je je handen zo tegenover elkaar, je linkerhand hier. Dan draai je linkerhand met de duim naar beneden toe om. Pak je das vast, trek je hem even naar links toe. Dan maak je een lus. En deze steek je door je hand heen. Zo. Hier zie je het dus op deze manier. Lus, dunne zijde, lus. Dan pak je de dunne zijde. Leg je over je nek heen. Vervolgens pak je met je vingers. Althans, dat doe ik dan. Pak je met je vingers de dunne zijde vast. Ik grijp nog even aan de binnenkant. Naar de das toe, dat is op zich niet nodig. Het is wel handig. En ook strek je hem rustig aan. Het is een hele losse knoop. Helemaal niet strak aan te trekken. Alleen maar met de afmeting een beetje te zitten. En vervolgens. Kraag omlaag. En hier heb je hem. Een van de meest snelle knopen ooit. Deze knoop is heel losjes. En zeker ook omdat het vandaag, wat ik heb begrepen, behoorlijk warm gaat worden. Ga ik hem zo dragen vandaag. Laat me weten wat je van de knoop vindt. En bedankt voor het kijken.